Eén element trekt bovenal de aandacht in de Koran. IJzer. Wij hebben ijzer nedergezonden, waardoor grote strijd, doch ook grote voordelen voor het mensdom ontstaan. Opdat Allah degene mogen onderscheiden die in het ongeziene hem en zijn boodschappers helpen. Het woord enzelna, dat in dit vers voor ijzer wordt gebruikt, kan worden omvat in de zin van ten dienste van de mens gegeven. Maar het woord heeft tevens een andere betekenis. En dit geeft aan dat het vers een zeer belangrijk wetenschappelijk wonder omvat. Dit is de betekenis vanuit de hemel neergebracht, dat gebruikt wordt voor regen en zonnestralen. Moderne astronomische ontdekkingen hebben aangetoond dat het ijzer op de aarde afkomstig is van reusachtige sterren in de ruimte. Bovendien is niet alleen het ijzer op aarde, maar al het ijzer in het zonnestelsel afkomstig uit de ruimte. Want de warmte van de zon alleen is niet genoeg om het element ijzer te vormen. Ijzer kan alleen op grote sterren zoals de zon ontstaan, onder temperaturen die op kunnen lopen tot een paar honderd graden Celsius. Wanneer de hoeveelheid ijzer op sterren die worden aangeduid als nova of supernova een bepaald percentage overschrijdt, kan de ster dit niet langer dragen en zal deze ontploffen. De verspreiding van ijzer in de ruimte is mogelijk als resultaat van deze ontploffingen. Al het ijzer op onze wereld is afkomstig vanuit de ruimte, als gevolg van dit proces. Dus, ijzer is neergebracht op aarde, precies zoals dit vermeld staat in het vers. Het is tevens duidelijk dat dit gegeven in de 7e eeuw, toen de Koran werd overgeleverd, wetenschappelijk niet bewezen kon worden.